Is dat goed? Amai, zeg. Ella, hallo. Jij bent een talentvolle actrice. Ja. En jij bent er heel vroeg aan begonnen. Ik ben er wel vroeg aan begonnen, ja. Ja, dat klopt. Op welke leeftijd? Op mijn 15e. Ik heb eigenlijk heel mijn lagere school in een Steindronderwijs gezeten. Dan ben ik vanaf het derde middelbaar naar de Kunstmajora gegaan. En daar heb ik dan woordkunstdrama gestudeerd. En daar ben ik dan ontdekt. Hoe is dat gelopen? Op die school kwamen ze audities doen voor een kortfilm van een leerling van het RITS, Laura Muller. En op die set van dat filmpje was er een man echt 3 dagen zo naar mij aan het kijken. Het was heel intens. En ik had zoiets van, dat is ook een beetje raar eigenlijk. Hè? En na die 3 dagen komt die man naar mij en zegt... Hallo, ik ben Hans Herbos. Ik ben de regisseur van Bo. En ik ben al 2 jaar op zoek naar een meisje. En eigenlijk ben jij dat meisje dat ik eigenlijk al zo lang zoek. Dus wil jij in mijn film spelen? En 2 maanden later stond ik dan op de set van Bo. Voor de mensen die niet mee zijn, jouw rol binnen Bo... Ik speel een tienerprostituee. Maar waar komt dat geld? Je doet juist aan, Hans. Mijn benen openen voor de venten. Natuurlijk, als je die film kijkt, ziet dat er super intens uit. En denk je, oh, ga hebben dat meisje. Terwijl we dat eigenlijk waren aan het filmen en ik had zo hard een slappe lach. Want ja, je ligt daar en moet een heel intieme scène spelen. En er is ook niks intiem tussen jullie twee. Het is meer iemand dat aan mijn armen trekt en aan mijn voeten. En dan maak je zo'n soort van beweging en moet je een heel zielig hoofdje trekken. En dan is het aan en dan zeggen ze kut en dan moet je keihard beginnen lachen. Dus eigenlijk was daar helemaal niet zoiets intens aan, maar het ziet er wel heel intens uit in beeld. Wat was voor jou de fijnste ervaring tot hiertoe dat je al beleefd hebt? Toen Bo uit was gekomen, ben ik direct mijn nieuwe productie begonnen, Portable Life. En met die film zijn we in totaal 9 maanden bezig geweest en bijna heel de wereld rondgereisd. Dus wij hebben in Indonesië gezeten, Zuid-Afrika, Syrië toen nog. Gee, en wat was je toen? 16. Dat was echt heel fijn en dan zeker omdat ik dan toen met Rutger Hauer heb kunnen samenspelen. Dat was helemaal waanzinnig. Parkspoor Noord of Sunset Boulevard? Wow, Parkspoor Noord. Echt? Parkspoor Noord is zo gezellig. Ella, kan iedereen actrice worden? Misschien niet. Je moet op een podium durven staan en je moet ervan kunnen houden dat mensen naar je kijken. Je moet houden van aandacht. Alle acteurs zijn toch een klein beetje aandachtsverslaafd, denk ik. Is dat? Ja, ik geef het wel eerlijk toe, ja. Amai, tof. Daar heb ik nog nooit iemand dat acteert over zichzelf horen zeggen. Vind ik aandachtsverslaafd, maar... Ik ben dat ook. Je kunt daar ook niet over liegen. Je vindt het heerlijk als je tv kijkt en dat mensen naar u zijn aan het kijken. Of dat je op een groot podium iedereen kan laten zien wat je in huis hebt. Je moet ook niet aan de stoel of banken steken. Dat je natuurlijk een beetje aandachtsverslaafd zijn. Warhoofd of organisator... Warhoofd of organisator... Warhoofd... Het is sowieso warhoofd. Kijk. Bilder lachen of bilder huilen? Om te spelen? Bulder huilen. Heb jij geheimen als actrice? Ik heb geen geheimen, ik heb wel trucjes. Zo, als jij nu vraagt om te huilen, kan ik echt binnen de halve minuut huilen. Kan je mij dat enerzijds demonstreren en anderzijds leren? Oké, maar mag ik me dan even omdraaien en me zo even concentreren? Oké, ça va. Oké, wacht. Ik heb even de tijd, mooi. En wat doe jij nu? Je moet even stil zijn, ik ga het vertellen. Oké. Dus nu ben ik een beetje aan het huilen. Amai, oh my god. Dus wat probeer ik te doen? Een soort van 1 fixatiepunt. Dus even kijken in de spiegel. En doe ik 1 fixatiepunt. En kijken en proberen niet te veel te knipperen. Dus probeer je ogen zo lang mogelijk open te houden. Ah, uitdroging. Klein beetje ook. Maar tegelijkertijd moet je ook met je ademhaling een beetje zo... Zo? Nee. Meer zo... Ik denk dat als je zo huilt, dat je ademhaling zo... Ah, ja. En dan je ogen open houden. En dan... aan heel erg dingen denken. Concentratie. Okay. Bij mij komen ze. Ik doe niet zo hard hijgen. Ja. Ze zijn er, het lukt mij ook een beetje. Maar je bent gewoon een acteur misschien. Dat weet ik niet. Maar ik kan wel alleszins blijven en alles goed. Toppie. Zelfkennis of 1 groot vraagteken? Zelfkennis. Sociaal awkward of belachelijk vlot? Belachelijk vlot.
Voel jij je soms niet onzeker als je aan het spelen bent? Echt constant. Echt. In een bepaald kostuum voelt je onzeker. Voor een bepaalde scène, voor het een vrij scène, dat is helemaal niet aangenaam. Vrijen jullie echt? Ja, ja. Zeg, tuurlijk niet. Nee, dat is allemaal... Er ligt meestal ook een laken over en onder dat laken heb je gewoon echt een joggingbroek en een t-shirt aan. Of een t-shirt dat tot hier is getrokken, dat het lijkt alsof je toch een stukje bloot bent. Het is vooral ongemakkelijk. En dan moet je zo wat zoenen en dan zeggen ze kut en dan heb je die kut niet goed gehoord. Met als gevolg dat je dan zo... Nee, het is gedaan. Ah ja, oké, het is gedaan. Oh, ja, en dan lig je daar zo wat naast elkaar. Haha, ja, ja. Het is meer die slag. Het is helemaal niks, er is helemaal niks sexy of erotisch aan. Erik van Looy of Michael Roskam? Zeg wel. Ik denk nu Michael Roskam. Oké. Okay. Ja. Sorry, Erik van Looy. Oké, zullen we een scène spelen met een geweer? Mm-hmm. Dus jij moet mij eigenlijk proberen te overtuigen van doe dat pistool weg en kom met mij mee en word terug jezelf. Geef maar hier. Lara, na al die tijd... Bek houden. Dat geloof je toch zelf niet, Lara? Probeer het u te herinneren. Doorlopen. Doorlopen. The American Dream of Superstar in Mosselgem. Superstar in Mosselgem. Okay. Als je volledig crazy mocht gaan qua rollenkeuze, wat wil je spelen? Het is heel erg, maar het is heel fijn om te mogen vertolken. Om zo leuke mythe te hebben. Of sterf zijn, dat is ook soms... Wat is daar in godsnaam fijn aan? Ik weet niet, dan kunnen ze helemaal soort van gaan losgaan. Of ik zou zo een meisje willen spelen met een zware psychische ziekte. Of, dat zijn zo... Een zotin of wat? Ja, dat is echt als acteur zijn dat de leukste uitdagingen eigenlijk om te spelen. Ella, ik vond het zeer aangenaam. Ik weet niet of ik echt een goede acteur ben. Ik vond het vooral heel awkward. Maar het is... Acteren is gewoon best een klein beetje awkward. Oké, okay, maar ik voel me nu best wel op mijn gemak. Ja? Ja. Oké, okay, perfect. Een beetje wel. Heb jij nog laatste woorden voor het Belgische publiek? Maak er nog een fijne dag van. Zeker doen. Toedelag.